Morgen, 1 oktober, is de start van het nieuwe schooljaar. Na de langste vakantie ooit, beginnen de leerlingen aan het nieuwe schooljaar. Van deze plek uit wensen wij jullie allemaal een goed, maar bovenal veilig schooljaar toe. Goedenavond, ik ben Amit Binda en dit is het COVID-19 journaal. Dat de scholen morgen hun deuren na bijkans een half jaar weer openen is een feit. De meeste scholen hebben de protocollen stipt gevolgd en toegepast. Ook op het Vrij Atheneum zijn de voorbereidingen voor een goed en veilig begin van het nieuwe schooljaar getroffen. Ook de leerlingen zijn goed voorbereid op het nieuwe schooljaar, maar dan wel onder de COVID-maatregelen. Op 16 april zouden we beginnen, dus de markeringen bestaan al vanaf 16 april. Dusdanig geïmplementeerd dat we een soort rotonde systeem hebben opgebouwd. We verwachten dat een kind dus in één richting overal gaat. Dat je dus geen het hokken van leerlingen kan je vermijden daarmee. Het toevallig met elkaar in contact komen, dat probeer je te vermijden. Doet je wel pijn als directeur van de school, hoor, dat je dat wat een school sterk maakt, en dat is die betrokkenheid en die saamhorigheid, dat daardoor is komen weg te vallen. Maar het is niet anders. Je gaat dit moeten implementeren om tenminste het onderwijsproces voortgang te laten plaatsvinden. De leerlingen zijn goed voorbereid, waarom wij dat weten. Vorig schooljaar zijn wij eigenlijk al begonnen met deze maatregelen. Weliswaar alleen de zesde klassers die fysiek kwamen, maar de anderen die hadden dus full online les. We hebben ook normaal onze kwartalen gedraaid en zijn geëindigd 25 augustus ongeveer. Daarna hadden we de zesde klassers. Dus zij wisten al wat er te wachten staat. De grote uitdaging dit schooljaar is om alle leerjaren, ik weet niet of je het weet, maar we hebben 6 leerjaren, om die dan hier op halve bezetting, oftewel bezetting goed genoeg voor een COVID-veilig lokaal, om die hier allemaal te ontvangen. De uitdaging is inderdaad, hoe gaan zij hierop inspelen? Dat weten we dat niet, dat gaat zich straks uitspelen. Maar ik denk elk goed draaiend directieteam is en decanaat zal zich ook daarop moeten voorbereiden. Met de versoepeling van de COVID-19 maatregelen breken voor kerken en andere gebedshuizen spannende en uitdagende tijden aan. Omdat er lange tijd geen fysieke diensten zijn gehouden, hebben sommige voorgangers ervoor gekozen hun gebedsdienst vooraf op te nemen en vervolgens uit te zenden op tv. Op dit moment, verband met de hele COVID-kwestie, moet ik zeggen dat wij niet echt de fysieke diensten hebben. Wat wij op dit moment doen is vooraf opnemen van de diensten en dan de diensten uitzenden om zo dus gemeenteleden, maar natuurlijk ook anderen te bereiken. Dus met de COVID-situatie zou je kunnen zeggen dat er een mogelijkheid is ontstaan om meer mensen te bereiken met het evangelie. Nou, dus aangezien ik nog geen fysieke diensten heb, heb ik dus daar niet zoveel last van, maar ik heb er altijd wel problemen mee gehad als je zegt 50. Een gemeente heeft meer dan 50 leden. En ik zou het moeilijk vinden om te zeggen deze gemeenteleden mogen vandaag komen en die anderen mogen de volgende week komen. En als ik 55 heb, dat ik dan 5 mensen weg moet sturen. Dus met mijn tv-diensten komt het nou even goed uit om dan te zeggen dat ik daar eigenlijk weinig uitdagingen heb, omdat ik dus niet de normale diensten doe. Wat ik nu doe is de nieuwe normaal en dat is dus via de televisie de diensten vooraf opnemen met inderdaad het in acht nemen van de regels van COVID Management Team. Toen ze 5 hadden, dan hadden we dus inderdaad ook 5 mensen, maar hooguit 6 mensen, maar we bewaren de afstand enzovoort. Maar het wordt dus best een uitdaging als je met die 50 alleen moet werken. En wanneer je daarnaar kijkt, dan vraag je je af van waarom mag de kerk 50 en dan mogen op andere plaatsen mensen toch meer, mogen er meer mensen zijn bij andere organisaties en zo.
Dominee Stuart vertelt dat nu religieuze diensten beperkt zijn toegestaan, zijn gemeente al plannen heeft voor technische aanpassingen aan het kerkgebouw. Bijvoorbeeld het aanbrengen van meer ramen voor de doorstroom van verse lucht. Maar zal het wel mogelijk zijn in de kerk te zingen met een mondkapje? Wij hebben iets plannen, we hebben al vergaderd over die zaken om wat aanpassingen te plegen aan het gebouw. Dit gebouw is namelijk geketend voor, laten we zo zeggen, verkoeling. We hebben dus airco's binnen en we hebben weinig ramen, we hebben 4 deuren. En laten we zeggen, we hebben weinig ramen. We hebben wel ramen die heel hoog zijn, maar die gaan dan dus niet echt helpen als we die zouden moeten opengooien. En buitendien zou dat logistiekwijs ook een heel probleem zijn. Dus wat we willen doen, we gaan de muren opensnijden om ramen lager te zetten, zodat we de doorstroom van wind kunnen hebben en die airco's niet aan hoeven te maken. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een afwachtende houding. Ik ben blij met de daling van de cijfers deze dagen. Maar we moeten realistisch blijven. Als we kijken naar een heleboel landen waar ze dus ook zeg maar dit niveau hadden bereikt, waar het erop leek alsof COVID zeg maar onder controle was. En dan plotseling krijg je dus een grote golf, een grotere golf dan die daarvoor. Dus wij hebben best wel een afwachtende houding, vandaar dat we dus nog even door zullen gaan met onze tv-diensten. Omdat Nederland was bijvoorbeeld goed vrij van COVID, om het zo te zeggen. En ineens horen we nu, onze president heeft pas bekendgemaakt dat mensen die uit Nederland komen in zelf quarantaine moeten gaan. En omdat het daar nu weer een grotere golf van corona gevallen is. Dus wij gaan, wij wachten af eigenlijk. En ook in verband met het feit dat alles open wordt gesteld. We hebben in die COVID-omstandigheden nog niet geleefd met de bussen die rijden. We hebben niet echt geleefd met de scholen die open zijn. We hebben niet echt geleefd met, zeg maar, public transport. En ja, het is wel zo en hopelijk dat mensen zich daadwerkelijk beschermen en anderen beschermen met mondkap en handhygiëne en noem maar op. Maar ik ben niet pessimistisch, maar gewoon realistisch van laten we dit aankijken en kijken hoe dit werkt. En als dit werkt, hebben we ook een beetje meer zekerheid. En dan gaan we ervoor om dan inderdaad open te gooien. Leven in het nieuwe veilige normaal leek voor de meesten wel mee te vallen. Maar voor sommigen weer niet. Het is niet anders. Willen of niet, we zullen nog even moeten doorbijten met wat ons gevraagd wordt. We zullen ons vooralsnog aan de regels moeten houden. Nu de scholen, het openbaar vervoer, de markten en terrassen weer zijn opengesteld, zullen we meer dan voorheen het besmettingsgevaar moeten bedwingen. Dit is het advies van Karen Lewis-Bell, PAHO WHO Country Representative in ons land. So COVID-19 is a new disease for all of us. And so the learning curve is very steep. And countries have been implementing measures in keeping with what they think is the best strategy within the context of their own country. And so countries really have to look at their culture, their situation, to determine the response measures that they implement. Generally speaking though, Suriname has been implementing measures that other countries have been implementing in terms of trying to ensure that people do not gather. So in terms of having curfews and periodic lockdowns, this is really a strategy that has been implemented by many countries to prevent the congregation of persons, because when persons are in very close proximity to each other, when they are not wearing their masks, when they are not keeping their physical distance, sometimes persons who are infected and do not yet know that they are infected, or persons who are infected and will not display signs and symptoms, they still have the ability to transmit the disease to others just by speaking, just by talking, by shouting, by singing. And so
it is really important that, you know, countries prevent the congregation of persons or have it in such a way that it is controlled. And again, the experience of other countries, the guidance that is provided by the World Health Organization and the Pan American Health Organization in terms of developing protocols and guidelines specific to the country context have really helped to inform the measures that have been implemented by the country. So I cannot stress it enough, the importance of adhering to the public health measures and the recommendations of the government. The wearing of masks is very important. A mask is only effective if it covers your nose and your mouth. Too often, persons are not adhering to the appropriate use of a mask, especially when they are out in public. So the mask is worn under the nose, the mask is worn under the chin. That is not going to effectively prevent the spread of the disease. Keeping a physical distance of at least 1.5 meters will also help in preventing the spread, because this virus is really spread by droplets. So the particles are large enough that if they get emitted from persons' noses and mouths, they cannot go very far in the air. Only under special circumstances, special procedures that are done in a hospital. And so these particles tend to fall after they have been released from the nose and mouth after about 3 feet. And this is the reason why we recommend that people keep a physical